een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve de Remus. Mijn naam is Bea. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online komt. Bij deze. En Milan Knol, ja, Ties doet dat ook. Oh, ik ben Milan Knol, dat is dus gewoon Milan Knol vergeten te eten in mijn vlog. Dus we gaan dat hier in deze vlog zeggen. Oké, de beeldfragment van Milan Knol komt op deze vlog. Sorry, ik ben het vergeten erin te steken deze morgen achter mijn computer. Want maar dat is gekomen door wat we nu gaan doen, hè? Ja, want we gaan iets heel leuks doen, ook voor mooie beelden te kunnen maken en al. Jullie hebben misschien wel al aan de titel een klein beetje al kunnen raden wat we hebben gedaan. Jammer genoeg. Maar, ik zal zeggen, geniet maar van de hele mooie beelden wat we vandaag gaan maken. Want, ik blijf niet meer binnen zitten. Ik ga ook niet achter Discord zitten. Nee, ik heb mij teruggefocust op YouTube. En ook wel op haar hoor, mensen. Ik wou zeggen. Maar nu, naar waar gaan we nu naartoe? We gaan eerst naar Ad Corner. Ja. En dan gaan we zwemmen. Maar zij weet niet waar. En ik ga daar hier nu ook niet zeggen waar CB is. Ik heb zo wat opgezocht. Waar het leuk kan zijn. En ik heb iets gevonden. En dat gaat, spannend! En dat gaat straks voor haar duidelijk wordt waar wij gaan aankomen. Dus ik zie jullie allemaal zelfs bij At The Corner. Zo, hier bij At The Corner aangekomen heb ik mijn bestelling gedaan. 1 vierkantige eclairke en 1 langwerpige eclairke. En zij 1 vierkantige eclairke met koffie verkeerd. En ik met een heerlijke chocomelk. Jawel, mensen, ik ben Mike Spinnes, de kampioen. Ja. Dat lijkt je wel een beetje op. Merci, ja. Maar vanaf de lusten van chocomel en zo. Ah, oké. Zo, we hebben lekker gegeten, hè, bij At The Corner, hè, schat? Ja, schatje. Was lekker. Het was heel leuk. Terugkabbelen, het was heerlijk. Dus we zijn altijd terugkabbelen. Laag me niet zo. Het is groen. Ja. Een kiwi. Nee, een peer. Ah. Peer is meer groen dan een kiwi. Ja. Dus we zijn nu naar plaats X aan het rijden voor haar nog altijd een verrassing. Dus waar je naartoe aan het rijden bent. Dus maar ik ga wel de GPS nu moeten volgen. Dus ik ga dus met de GSM weer om moeten gebruiken om naar de locatie X te rijden. Ik zie jullie dan op die plaats terug. Yo. We gaan sowieso zwemmen. Sowieso. Punt uit. Hè, schat? Ja, want ik heb een zwembak al aan. Ah, oké. Okay. Yo. Yo. Waar zijn we aangekomen? Bij het zwembad. Ja, maar welke? Bij Peer. Ja, Centerparks Erperheide. Zijn we aangekomen en het is ook redelijk druk, heb ik gezien op de parking. Want het stond toch redelijk goed vol, hè? Ja. En ik heb ook een, voor jullie, jawel, voor jullie, heb ik een onderwatercamera bij. Yay! Hopelijk filmt hem. Hopelijk. Want die heeft heel lang stilgelegen, die camera. Maar eerst moeten we langs de receptie gaan om ons in te schrijven voor kunnen gaan te zwemmen. Zie je het ook eens zitten om naar de sauna te gaan? Ik wil het wel eens proberen. Oké, dan ga ik dat hier ook aanvragen. Dus wacht, de entry. Maar ik moet. Ja, wacht, hè. 1 persoon per gezin. Dus jij moet buiten wachten. Dus houd jij dit bij? Ja. Oké, dan ga ik je ook inschrijven. Goed? Ik ga wel een mondmasker aandoen, mensen. Voilà. Mondmasker is aan, dan kan ik hier terug. Ah, het is nog niet open. Oei, het is nog niet open. Dan moeten we even wachten. Staat hier ergens de openingsuren? Nee. Oei. Dan moeten we nog even wachten, hè.
Samen naar Sinterparis. Yeah, yeah, yeah. Joehoe. Gesteld. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor hier te komen zwemmen in Sinterparis. Hebben meren. Dan staan we nu al zo vroeg op. En is er geen plaats meer. Ja. Toppie, echt waar. Nou, schatje, we moeten niet te snel opgeven, want we hebben nog zwembaden waar we misschien kunnen gaan zwemmen. Ja. En als we het echt niet vinden, ja, dan is het voor een andere keer. Dan reserveren we voor een andere keer. Ja. Omwille van, je moet reserveren blijkbaar op voorhand. Kijk, zeg, ja, ik kom ook vanuit Hasselt. Ja, dat doet er niet toe, zeggen ze. Je mocht zelfs uit Frankrijk komen, je mocht niet binnen. Ik zeg, amai man, ja. Dus bij deze is het... Ah ja, bij deze is het ook slechte reclame wat ik geef, maar reclame is reclame. Dus zeg ik maar altijd. Ja. Alleen ik kan weten wanneer we ze aan het werken zijn. Hè? Het is niet door de corona, bij... Allee. Ja. Eigenlijk moeten we geen slechte commentaar geven, want we kunnen maar, er ook niks aan doen. Je moet ook denken, er zijn ook mensen die geen internet hebben. Hoe moeten die dat dan doen? Ja. Dat vind ik het ergste. Daar, dat is soms ook nog mijn schoentje mee te vingen. Je moet alles online registreren, maar niet iedereen is online. Bij deze, ik ga nu op zoek gaan naar een volgende zwemparadijs. Maar ik ga eerst bellen. Dus naar een zoekactie hier dus, sta ik nog altijd in Sinterparks Epmeren. Ik heb gekeken op de website van Sinterparks Epmeren, alles is al volgeboekt. Daarna ben ik, heb ik ook gebeld naar Sunparks Mol. Daar is alleen maar de daggast, alleen maar door de weeks welkom. Dan snap ik niet van een werkende mens, die kan maar 2-3 uurtjes daar maar komen zwemmen. Amai man. Jullie zijn daar ook dan heel goed bezig. Maar er is toch nog een zwemparadijs die ons toelaat om toch te komen zwemmen. Dankjewel aan Molenheide. Echt waar. Daar gaan we nu naartoe. Dus ja. Let's go zal ik zeggen. Tot we zijn aan nu Molenheide. Bij Molenheide aankomen. Ik ga je één ding al zeggen. Ik ben hier nog nooit komen zwemmen. Dus ik weet zelfs niet hoe het eruit ziet. Maar ik ken de naam wel. Dus dan pak ik weer al mijn zwemgerief. Mijn schatje doet de koffer toe. Voilà. Dan kan ik op het knopje drukken. Voilà. En dan is het richting die kant uit. Ja. Ik denk dat daar de zwemparadijs is. Denk je ook niet? Ik weet het niet. Want ik zie daar toch iedereen ingaan dus. Ja. Allee, hopen toch op een plaatje, hè? Mm-hmm. En als dat niet is, hè, dan ga ik gillen. Echt waar mensen, dan ga ik echt gillen. Maar dan heb ik er nog twee op het oog. Nee, nog eentje. Nee, nog eentje, ja. En als dat dan niks wordt... Dan weet ik het niet meer, schat. Maar we mogen het toch gewoon zwemmen. Ja. Maar ja, als we hun limiet ook hebben bereikt, schat. Nee. Ah, bij deze. Allee, ik kan jullie niet laten. Ik ga zelfs overschakelen op een GoPro. Tot straks. Nu heel snel omkleden. Lokkerke kost hier 2 euro, dus dat heb ik dus ook al genomen. Mondmasker mag nu even af. Want we zitten toch in dezelfde bubbel. Maar ja, het is niet meer met bubbelcodes. Het is nu met kleurcodes, heb ik ook al gehoord. En dan ga ik subiet. Ik ga het jullie laten zien. Als ik het snel vind. Op de... Cool Pro! Jawel. En? Mijn pokken aan is dit. Mijn harnas. Goed, schat? Ja. Dan heb ik mijn zwembroek. Want je hebt die hier ingestoken, toch? Ja, die heb ik ingestoken.
Schat, je doet me verschieten, man. Ik had hier niet eens, ik heb het zelf gedaan. Ah, oké. Dit is dus mijn zwembroek. Alsjeblieft, mensen, ziet dat eens aan. Jij zit al klaar, hè? Ik ben al klaar met je. Doe je mijn kleren daar ook nog in? Ja. Zal ik die zo eruit steken? Ik heb onze handen moeten draaien, of niet? Nee, dat was straks pas, dat lukken. Maar mensen, sigaretjes moeten we al hier roken. Ja, mensen, ik rook nog altijd. Dan ga ik mijn zwembroek aandoen. Voilà. Dan, wacht nog even. Mijn harnas, dat open. Dat is voor naar buiten toch te geraken. Dan moet ik eens even kijken hoe het zit dan met mijn harnas. Zal je zelfs wel zien. Dus dan moet dat dus zo, zo, zo. En dan is hij hier dus gedraaid. Maar deze kun je openmaken. Dus zo, zo, dat is altijd sowieso wat gedraaid, denk ik. Ja, dat is niet zo erg. Oh, voilà, zo, dan, oh, deze moet ik hier zo doen, zo, en dan deze hier. Voilà, dan heb ik ook een GoPro aan. Toppie. Dus deze gaat nu in mijn capes. Dat straks het allemaal. Woehoe! Hell yeah! Wow! 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 Ja, een klein beetje. Thank you.
kanker. Zo, hier alle glijbanen gedaan, hier, hoe noemt dat hier? Hoe noemt dat hier? Sarah noemt dat hier, glijbaan. Oei, 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 oei. Oh, cool! Schat, dat moet ook eens komen doen, hè. Virtual reality. Hier staat ook piratenbowling. Oh, nice, God. Nu hebben we dit gedaan hier. Voilà. En nu? Op naar de wagen. Op naar Bruno's voor een broodje. En dan gaan we weer al zien wat we nog verder kunnen doen. Hier in Molenheide. Is dat je auto? Daar, Gender. Heel van achter, schat. Ah, ik zie hem. Ah, dan is het goed. Ja, ik dacht dat hij verder stond, daar nee. Ah, oké. Okay. Hallo kijkers. Ja, ze... mag ik voor mijn vlog iets... Ja, ik moet iets zeggen, ja. Zullen kijkers dat ik niet in een glijbaan gegaan ben? Ik ben één keer in een glijbaan gegaan en dat komt niet in de video voor omdat ik een paniekaanval kreeg. Ja. Want ik heb het eruit gemonteerd, dus... Nee, die beelden waren geen prettige beelden. En schatje, kun je even mijn kabas, dan kan ik de auto open doen. Ah, mijn nagel. Alsjeblieft. Oké, okay, ga ik mijn... Mijn nagel kennen. Ja, jij. Jij? Je gaat aan mij en terwijl ik mijn nagels er nog niet eens. Oei. Ja, mijn vinger er nog niet eens, sorry, door. Dus mijn nagel doet het. Voilà, zo. Daarin, toe, en go, 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 op naar de wat hier allemaal passeert. Huh? Die andere zijn wendel. Allee. Oké, zie eens wat daar nog staat, Gender. Stoppen. Ik was al op een knopje aan het drukken, schatje. Ja? Ja, ik was al op het knopje aan het drukken. Ja, doe maar. En kijk, hè, nu gaan ze het rek afkomen. Ik zou ook al even al instappen. Ja, ze zijn daar, de klonie. Kijk hè, de klonie. Allemaal douane. Schat, mama belt. Ik heb toch niks vergeten hè? Oké, we gaan nu vertrekken bij haar mama, haar thuis. Dus we zijn nog even gestopt bij haar mama thuis, na het zwemmen. En toen kwamen, jullie hebben het gezien, er kwamen heel veel douanewagens erlangs. En nu zijn we onderweg naar mijn thuis toe. Ah nee, we gaan nog eerst iets uithalen om te eten. En dan gaan we nog wel naar Enzo Knol kijken, want het is bijna 5 uur al, want het is al 4:20. Oh, de tijd vliegt. Echt waar, de tijd vliegt.
En het is ook weer al ontzettend druk, hè, schat. En ik ga nu dus op de baan letten. Dus bij deze, dan weten jullie dat. Dus ik ga jullie laten nu. Yo, tot ziens of zo. Schatje, wat ben je aan het doen? Ik ga nu, ik zit dus nu op de website van de Rode Neuzendag. En ja, mensen, kijk hè, hier staat nu €40. Ik zet dat naar €60, wat ik dus heb beloofd om te storten naar een goede doel. Voilà, volgende. En ik wil dus gaan betalen met bankcontact. En dan gaat mijn schatje terug meefilmen, want ik wil dat die gegevens wel privé blijven. Omwille van, daar staat ook mijn adres en al op. En mijn telefoonnummer, noem maar op. En dat is niet de bedoeling dat dat ook al wat openbaar wordt gemaakt. Ja, sorry mensen dat er een beetje pijn op aan die kant is, maar ik kan niet anders filmen. Ja, dat is niet, hè? Ja. Onze matras ligt daar omdat we op de grond hebben geslapen. Even met de matras, dat wouden we eens doen. Kijk, en nu ga ik... Ja. What the hell, €70 niet, €60 heb ik gezegd. Hier, €60, hop. Dan moet ik €50 nemen. Dan gaan jullie het ook zien. Oei, dan moet je even weer eens naar mij doen. Ik ga het heel snel doen nu. Nu is alles al direct al ingevuld. Voilà, nu kun je al terugfilmen naar hier toe. Dus nu gaat hij naar de volgende website toe. En je ziet hier nu... dat het nu €50 is geworden. Ik wil dus €60 gaan storten. En de website dus doet het moeilijk met €60. Maar ik ga het storten. Laatste keer dat ik het ga proberen. Schat, ik weet niet of uw gegevens erop staan. Ik draai de prong en die kan ik... Dat is niet erg. Oké, hier staat nu €60. Voilà, ik heb het nu kunnen vastkrijgen. Hier staat nu €60. Dus... ja, voilà. Ik ga nu mijn gsm ook terug op laten starten. Dus ik ga mijn bankcontact betalen. Via de QR-code natuurlijk. Of openen met een app. Nee, dat werkt dus niet. Schat, kijk ook af en toe naar hier, want nu zien ze heel snel naar je achterhoofd. Ja, ja, ze zijn ook redelijk dingen bezig. Je ziet mijn gsm is aan het opstarten. En dus ik ga dus storten, jullie zien het, dat ik ermee bezig ben. En ja, bij deze. Dus hoop ik dat jullie daar al content mee zijn. Dus de gift is gebeurd, voilà, bij deze. Als jij... uw QR-code heb je gedaan, dan is het bewijs dat je echt betaald hebt. Ja, maar mijn gsm is ook nog een dom aan het starten. Hij is op Discord aan het typen. Ja, thuis. Want ze willen dat we om 22 uur naar je thuis gaan om te...